De eerste 8 edities waren allemaal zonnig. Fijn, dat weet je nog wel. Ja, dat was fantastisch. De eerste 7 edities, ja. We zijn bij de Europa Cust Run in dit hoek. Hoeveel mensen doen er mee? Ik weet het niet precies, maar ik schat tussen de 140 en de 150 op dit moment. Ja. Het is natuurlijk een onderdeeltje van de grote Europa Run. Dat is een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. En ja, dat is georganiseerd voor een goed doel. Het leven van mensen met kanker te verbeteren eigenlijk. De levenskwaliteit. En daarom hebben we deze kustrun georganiseerd. Ga je de 4 kilometer doen, de 10 kilometer? De 10 kilometer gaan we proberen te lopen. Dat is de bedoeling. Absoluut de 10 kilometer. Het is een mooie loop. Dus ja, de 10 kilometer moet er wel in zitten. Zeker. De 4 maar vandaag. Dat is meer dan voldoende? Vandaag even wel. Ja. We hebben ook nog een gisteravond achter de rug, dus ja. dat hakt er een beetje in. Nou, is dit officieel natuurlijk een trimloop, maar is het voor u ook een beetje een wedstrijd? Ja, je probeert al zo goed mogelijk te presteren en welke naam of ze dan geven maakt mij niet uit. We hebben ook nog een gisteravond achter de rug, hoezo? Nou ja, rozeetje, lekker uit eten, dat zit ook een beetje in de benen. De Europa Run is voor mij een heel mooi evenement waarbij je met mensen van alle achtergronden, fanatiek atleet of recreant, samen voor het goede doel hard aan het trainen en vervolgens een wedstrijd aan het lopen bent. Elke keer als je verhalen hoort omtrent kanker is het altijd ingrijpend en vaak plotseling. Dat is toch wel het meest schrikbarend aan die ziekte. Kun je die even het team hoog gaan houden? Ja. We zien het al. Je bent al frisjes aangekleed. Ga niet noodzakelijk. Nou, het is toch lekker weer. Ja. De grote Europa Run is een evenement begonnen, ik geloof eind jaren 80, waarbij je van vroeger Rotterdam naar Parijs, tegenwoordig Parijs naar Rotterdam, loopt. Dus tegen de 600 kilometer met een team. Voor dat evenement zijn er altijd door losse teams heel veel kleine evenementjes om geld in te zamelen voor het goede doel, de Stichting Europa Run. En dit is één zo'n voorbeeld. Als ik zo naar u kijk, heeft u er wel zin in vandaag? Ja, waarom niet? Het is mooi weer, het is droog. Dus we gaan ervoor. De 10. En wat wordt de tijd? Ja, heel goed natuurlijk. Ja. Anderhalf uur? Nee zeg, ik hoop een uur en nog iets. Ja, dat klopt. Ik kan het ook aan Rinus en Suzanne vragen. Die wou het wel nog. Die hebben wel sportkleren bij. Ja. Waar moet je nu als organisatie rekening mee houden met zo'n evenement als dit? De weersomstandigheden sowieso natuurlijk. Want je zit hier toch met het water, hoog-laagwater. Je parcours wachten, dat de mensen die op bepaalde posten staan, dat ze de mensen natuurlijk de goede kant op wijzen. Een stukje gezelligheid ook, van het eigen team van ons, van het Stedelijk Running Team. Je ziet elkaar weer eens, ontmoet elkaar weer eens. En het is eigenlijk gewoon een leuk evenement zo, met al die lopers erbij. Ook gewoon een lekker sociaal evenement. Is het nu een wedstrijd of is het zomaar een loopje? Ik denk dat je dit zou moeten scharen onder de trimlopen. En gelukkig wordt er al tijd opgenomen, wat gewoon leuk is. En dat is altijd leuk als je door de jaren heen het loopje organiseert. Wat deed ik vorig jaar, hoe ga ik het nu doen? Maar ik zal er niet om rouwen of ik nou 10e, 5e of 1e word. Ja mensen, we gaan beginnen. De start is die kant op. Dus allemaal deze kant op graag. Maar ga je straks wel voor de eerste plaats? Als de mogelijkheid zich biedt, ik weet niet wie er verder aanwezig is, dan loop ik al toe zo hard mogelijk. Ja. Ja, lekker. Is dat de afstand? Ja, kan ook. Nep. Deze kustrun is eigenlijk een, op zijn goed Nederlands gezegd, walk in the park voor jullie. Want het is maar 10 kilometer. Qua afstand inderdaad. Het is wel een totaal andere beleving dan de Europa Run. Dan bedoel ik niet het evenement qua sfeer en alles eromheen. Maar vooral 10 kilometer achter elkaar. Dat is niet iets wat je in de Europa Run doet. De estafette van daar heeft veel kortere stukjes. Hoe lang loop je dan? Wij als een van de wat fanatiekere teams qua snelheid lopen ongeveer 800 meter per persoon. Met een ploeg van 4 personen. Ja.
En? Nou, ik heb lekker gas gegeven aan het eind. 37 minuten. Precies. Dat is, valt me niet tegen. Petje af. Dank je. Hey. Lekker lopen, man. Ja. Oeh, dat was zwaar, maar wel mooi. Ja? Ja, het was schitterend. Tevreden gevoel? Redelijk tevreden gevoel, redelijk. Maar zwaar. Ja? Ja, echt. Om het strand en daarna weer die duinen. Ik heb lekker gelopen, dat vind ik zelf ook. Ik heb zelf gewoon goed gelopen. En iedereen loopt toch voor zijn eigen plezier en dat doe ik ook. Dat is de voornaamste drijfveer. Zeg, hoe kennen we nog? Hoe is het gegaan? Ja, nou, ik viel eigenlijk een beetje tegen. Waarom? Nou, toch zwaarder dan ingeschat, in eerste instantie. Dat is een beetje van jullie buitenprovinciaaltjes. Jullie denken van, we komen naar Zeeland en daar lopen we wel even. Ja. Maar wij hebben het zand hier, hè? Ja, dat nek je toch een beetje. Volgend jaar weer een Europa Kustrun? Als het goed is wel, ja. Dan wordt het de negende editie. En hopelijk weer goed weer. Want de eerste zeven edities waren altijd zonnig. Deze keer was het wat minder, maar eigenlijk, het is gelukkig droog gebleven. Het was goed loopweer, toch? Ja, het is fantastisch loopweer.